Ja, hier staan we dan met meneer Kwasi. Als allereerste, het eerste wat me opviel, je kwam op zonder deze. Ja, ik was hem vergeten. Dus ik dacht, jij gaat verliezen, want je hebt je hoed niet op. Nee, ik ga sowieso niet verliezen, deze partij echt niet. Maar ik was mijn hoed vergeten, ik was zo gefocust op Jay gewoon. Dat ik de kleedkamer uitliep en ik wist het pas na de partij dat ik mijn hoed niet op had. Ja. Oké. Ik had wel eerlijk gezegd het gevoel dat je zou winnen. Niet zozeer om te zeggen, ja, je bent beter dan Overmeer of wat dan ook. Maar ik weet dat jij al lang op zoek was naar deze revenge. Ik was hongerig voor deze partij. Ik wou hem gewoon echt winnen. En hij was beter dan dat ik dacht dat hij was. Dat zeg ik je eerlijk. Met de eerste partij had ik het best makkelijk tegen hem. Deze partij was hij echt een stuk beter. Mijn afstand is mijn sterkste punt. En tot nu toe heeft hij mij het moeilijkst gemaakt op afstand. Hij was echt goed, hij was snel. En als ik mis, komt hij terug. Dus ik moest echt... Ja, ik moest het een beetje slordig maken, waardoor ik niet mijn beste performance kon neerzetten. Maar als ik met zijn spelletje mee zou gaan, zou het anders kunnen zijn. Dus ik moest gewoon doen wat ik moest doen. Weet je wat ik bij jullie heb? Zowel jou als Overmeer. Omdat jullie best wel lang teruggaan en zo. Dat denk ik van ja, het maakt eigenlijk niet eens wie... Het maakt eigenlijk niet eens uit wie zou winnen of wie zou verliezen. Voor jullie natuurlijk wel. Maar voor ons is het gewoon ja, lekker kijken wat gaat er gebeuren. Kijk, ze komen elkaar nu op Glory tegen. Dus eigenlijk jullie moeten beide, dat zeg ik ook voor Overmeer, echt genieten van het pad wat jullie bewandelen. Zeker man, ik geniet sowieso van het pad. En kijk, dat je een keertje verliest, ja, dat gebeurt ook in een film toch? Als je een film kijkt, je verliest een keertje en je wint weer. Gewoon revenge is gewoon lekker om te hebben. Maar we kunnen ook nog een keer voor de derde keer, vierde keer, vijfde keer, zesde keer, zevende keer. Zo vaak als we willen, weet je. Hij is jong, ik ben jong. Dus ja, we kunnen elkaar sowieso nog vaak tegenkomen. We zijn gewaagd aan elkaar, weet je. Dat is ook leuk, weet je. We zijn echt gewaagd aan elkaar. En dezelfde leeftijd. En ja, we kunnen elkaar zo vaak tegenkomen als we willen. Maar dat is het ook zo, want zo maken jullie elkaar ook sterker. Net als wat jij zegt. Van, je had verwacht dat je hem wat misschien makkelijker aan zou kunnen of wat makkelijker zou winnen. Maar ja, je weet, hij... Hij is zichzelf ook aan het ontwikkelen. En wat nu? Ja, nu wil ik voor de titel natuurlijk, ja. Ik wil voor de titel. Kijk, ik heb de nummer 1 verslagen en die heeft gevochten tegen Jay. Ook gewonnen, ook een lastige partij voor hem. Voor mij was het ook een lastige partij, maar ik heb ook gewonnen. En ik sta nu nummer 1 en ik vind dat ik verdien om tegen hem te gaan. Maar wat vind je ervan dat hij nu, staat bekend dat hij 23 december, staat hij tegen die Anwar. Wat vind je daarvan? Ja, ik vind het jammer, want kijk, onze divisie werkt echt hard. Er zijn zoveel jongens in deze divisie die echt sterk zijn. Kijk, ik vind het jammer, ik gun het hem wel zeker. Maar natuurlijk is het wel mijn plek. En ja, mijn plek gun ik niemand, want die is gewoon van mij. Ja, nee, klopt. Ik vind het ook echt jammer, weet je. En vaak denken mensen dat het om de naam gaat of om de persoon zelf. Gaat niet om de persoon, is net wat je zegt. Ik vind, de weg is heel lang. Jullie zijn echt met elkaar aan het strijden. Ja. Dus het zonde dat iemand dan zo snel tegen hem gaat. En daarnaast vind ik ook, het is altijd een risico voor de kampioen. Dus als hij nu per ongeluk zou winnen van Semeleer. Ja, ik weet niet of jij dan staat te springen om dan tegen hem te vechten. Ja, misschien omdat hij de titel heeft, maar niet als persoon. Puur, ik wil gewoon de titel hebben, weet je. Maar boeit niet tegen wie ik moet vechten. Maar natuurlijk is het wel leuker om tegen Andy te winnen. En die heeft wel een cv staan in sport. En Anwar nog niet. Kijk, ik vind Anwar, ja, ik ben blij dat hij heeft gewonnen. En hij heeft zijn best gedaan. Hij heeft 3 keer gevochten, hij heeft gewonnen. Maar zijn laatste tegenstander is dan Robin Siric. Ja, die heb ik dan al een paar maanden daarvoor verslagen. En dan, als hij via dat dan eigenlijk de titel krijgt, is dat toch jammer voor mij. Want ik heb dan Siric verslagen en nu ook Jay de nummer 1. En dan moet ik toch wachten. Oké, ik zie Semeleer hier ergens rondlopen. Stel voor, Semeleer is achter de camera. Wat heb je te zeggen tegen Semeleer? Ja, ik heb niet zoveel tegen hem te zeggen. Kijk, we komen elkaar sowieso tegen. Ik ken hem niet. Ja, ik ken hem van tv, weet je. Hij doet het goed. Hij heeft leuke partijen neergezet, maar ik zie je gewoon zo snel mogelijk. En ik hoop dat het al in januari of februari is. Als je ready bent natuurlijk in december. Nou, dan zal ik een boodschap doen aan Andy Semeleer. Andy Semeleer, ik hoop dat je voor Anwar wint. En dat heel snel dat je tegen Anwar gaat, dat je ook heel snel wint. En duidelijk wint. En daarna tegen Kwasi gaat. Want daar ben ik benieuwd naar. Daar hebben wij weer iets om naar uit te kijken. Kwasi, ik wil je ontzettend bedanken. En ja, ik zie je snel dan weer. Ik zal je hoed teruggeven en volgende keer niet vergeten. Hè? Want ik was helemaal van me apropos. Ik was verbaasd. Ik denk, wat doet hij nou? Ik besefte het echt pas na de wedstrijd van shit, man. Ik heb mijn hoed vergeten. Ik vond het jammer, man. Ja, je was een beetje bang voor Overmeer. Ik was gewoon echt zo gefocust dat ik die hoed vergat. Okay. Ja, maar de hoed is ook bijzaak. Het gaat erom wat je in de ring doet. Dus, nou, thanks, man. Thanks, man. Okay. Is goed, man. Goed gedaan.